Ik herinner me echt tot 5 seconden voordat ik hier daar lag, herinner ik me nog allemaal perfect. En dan 10, 11 dagen daarna herinner ik me niet meer. Maar aan top, hij heeft hier van de laatste ronde aan een val. Oei. De eerste momenten, ja, ik denk dat is voor iedereen bang afwachten. Ja, je zit gewoon heel diep. Hè. Je kunt niet meer fietsen, je kunt niks. Je ligt daar in een bed, je ligt daar wat te piekeren, je kunt niks. Mijn vel was eigenlijk gewoon opengesprongen. En op dat moment was mijn bed was ook zo vol met etter en zo, vol met bloed. Als je nog kan fietsen, is dat fijn. Als je dat niet meer kan, dan zijn we nog blij dat hij er is. Ik ga zeker terugkomen dit jaar, en dat denk ik niet, zegt hij. Toen heb ik echt wel even gedacht van shit, is het dit wel allemaal waard?